gaan voor de titel en dan moet je ook een wedstrijd winnen. Dus moet je heel hoog in de concentratie spelen om zulke tegenstanders van het lijf te houden. Ajax speelt zondag de derde wedstrijd in een week. Na de overwinning op NAC Breda en Rode JC moet er nu gewonnen worden van FC Twente. De groep is er alweer klaar voor. We hebben geen blessures opgelopen. Dat is natuurlijk altijd een prettige wetenschap. Zeker in een week waar je drie wedstrijden speelt. Dus we moesten Ziyech wisselen uit voorzorg. Ik hoop en ik verwacht dat hij zondag weer beschikbaar en fit is. Hoe staat het met de blessure van Weber? Ja, dat is even afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Maar ook op hem heb ik goede hoop dat hij er zondag bij kan zijn. Maar dat moeten we de komende uren, dagen, even gaan afwachten hoe dat uitpakt. En dan heeft Erik ten Hag weer meer keuzes achterin. Doordat Weber en De Ligt niet tegen Rode JC konden spelen, mocht Rasmus Christensen zijn debuut maken op de rechtsbackpositie. Nou, voor de eerste keer prima. Je ziet wat communicatiestoornissen, wat automatisme die hij nog niet onder de knie heeft. En dat leer je alleen maar door samen te spelen, hè? Door te trainen, door wedstrijden te spelen, met hem te zitten, dingen visualiseren, positiekeuzes, anticiperen, et cetera. Balbezit, balverlies. Maar ik denk dat hij het meer dan uitstekend gedaan heeft. Dat er heel veel dynamiek ook over die rechterkant kwam. En over de linkerkant hadden we dat zeker ook gisteren. Twee assists van Nico Tagliafico. In samenwerking daar met Donny en met Justin. Maar ook over de rechterkant, er zat heel veel variatie. Hoe kijk je überhaupt terug op dat duel? Ja, eigenlijk heel goed. Hè. Wat we bouwden kwam er heel goed uit. We formeerden drie tienen. Tussen de linies en ja, daar had Roda ontzettend veel problemen mee. En ja, het enige wat je kunt zeggen, het verwijt dat we twee goals echt weggeven. Onnodig, echt cadeautjes. En dat we eigenlijk de score niet hoog hebben laten uitvallen. Want ik denk dat we de kansen hebben gehad om meer goals te maken. Zie je al in de ploeg de ontwikkeling die jij graag wil zien, waar je naartoe wil? Bij fases zeker. En gisteren was die fase al een stuk langer als bijvoorbeeld afgelopen zondag. Maar als ik het nou zie in vier wedstrijden, zie ik zeker wel progressie, ja. Welke stap wil je nog maken, stappen? Nou, inderdaad, we moeten nog heel veel stappen maken. Maar ook bijvoorbeeld zo'n tweede goal vanuit de omschakeling. Dat je in drie passes bij de goal van de tegenstander bent. Ja, dat zijn hele goede punten. En dat was ook echt een verbeterpunt. En ja, daar zijn ze ook heel gericht en bewust mee bezig. En dat is prima dat het dan tot uiting komt in zo'n mooie goal. Twente, de volgende hoorde. Wat is dat voor een ploeg? Ja, het is net als Roda JC, een ploeg die in onze regionen staat. En clichématig, maar ja, elk punt is er één. En die spelen om te overleven. En daar moeten wij ons op instellen. Wij gaan voor de titel en dan moet je ook een wedstrijd winnen. Dus moet je heel hoog in de concentratie spelen om zulke tegenstanders van het lijf te houden. Als je kijkt naar Twente dit seizoen, is dat voor Ajax geen prettige tegenstander geweest? Nou, dat is nog een reden des te meer dus. Uitgeschakeld in de beker, punten verloren in de competitie. Ja, en wij kunnen ons geen puntenverlies veroorloven. En ja, dat kan ook niet gebeuren. We moeten dus vol in de focus zitten en klaar zijn om die wedstrijd goed aan te nemen. Net als we afgelopen woensdag, gisteren dus hebben gedaan. En dat klinkt gek uit mijn mond als je al heel snel achter staat. Maar ja, het was een heel ongelukkig moment. Ook dat mag niet gebeuren. Maar je zag wel heel goed hoe de ploeg vervolgens ging reageren door heel snel die achterstand om te buigen in de voorsprong. Als je dan kijkt naar Twente dit seizoen voor Ajax, jij was toen nog geen trainer. Wat heb je gezien van die wedstrijden? Nou, die eerste wedstrijd die heb ik toevallig gezien voor de competitie. Die voor de beker, die heb ik half-half gezien met een schuin oog. Omdat ik zelf toen in voorbereiding op een andere wedstrijd zag en nog niet met Ajax bezig was. Na die eerste wedstrijd heb ik dus wel gezien, ja, dan zie je een heel strijdbaar FC Twente. En ja, daar moeten wij klaar voor zijn om dat niet nog een keer te laten gebeuren.